Het begint zaterdagnacht allemaal met één jongen die in elkaar wordt getrapt door een groepje Marokkaanse jeugd. Ronnie en Jeremy komen op dat moment uit het café en zien het gebeuren. Ze willen niet herkenbaar in beeld. Nou, dat ging heel ver. Er werd eerst zijn gezicht aangeschopt. Zelfs toen hij op de grond lag, werd er nog tegen hem aangeschopt alles. Dus dat ging heel ver. Dus jij dacht, ik moet ingrijpen? Ja, dat is wel de normaalste zaak die je dan doet. Ook al heb je wat gedronken, dan besef je alsnog dat je wel moet ingrijpen voordat het te laat is. De daders maken zich intussen uit de voeten. Jeremy en Ronnie buigen zich over het slachtoffer. Een goede daad, maar de twee vrienden worden als de oproerkraaiers gezien. Ze willen de politie uitleggen dat ze alleen willen helpen, maar die treedt hard op. Op dat moment kwam er een politieagent naar mij toe, zo van wegwezen hier. En ik draaide me net om en ik kreeg echt serieus 3 klappen met de gummiknuppel. Ik viel op de grond. Ronnie en Jeremy lopen verwondingen op. Ondertussen wordt de gewonde jongen agressief en gebruikt in zijn eentje geweld tegen agenten. Volgens de politie loopt het uit de hand in het centrum, want er zijn meer ongeregeldheden. Op den duur moet de politie gewoon optreden. Er is meerdere malen gewaarschuwd, ook door de politie. Want wij gaan natuurlijk niet gelijk optreden. We proberen ook gewoon op een normale manier de rust te herstellen. Maar als dat niet werkt en de norm wordt overschreden en er worden ook nog een keer 2 collega's mishandeld, ja, dan is de maat wel vol. En dan zal de politie ook overgaan tot de inzet van andere middelen. En dat is zeker gebeurd. Thomas staat tijdens de vechtpartij, naar eigen zeggen, voor Hotel de Jonge op het moment dat het politiegeweld oplaait. Toen het op een gegeven moment gebeurde, ben ik op een gegeven moment ook wel weggegaan. Maar ik heb me 1 keer de rug toegedraaid naar de hondenburggeleider. En ik heb toen 3 tikken gekregen van een wapenstok. Ik ben over een stoel heen gevallen en ik ben gebeten door de politiehond. Nou ja, toen draaide ik me om en toen keek ik me om en toen zag ik hem en ik aan de been. Met die hond aan zijn been? Ja, die hond zit hem te rap aan zijn been. Hij schreeuwde. Ja, dat wel ja. Ik weet niet hoe je het beste op de film kan krijgen, maar dat is het resultaat. De ouders van de jongeren zijn er kapot van. Ze kunnen niet begrijpen dat de politie zoveel geweld heeft toegepast bij hun kinderen. Het geweld was de politie op dat moment. En de politie veroorzaakt het onrust. En ik vind gewoon, je kunt niet meer vertrouwen op de politie. De doelgroepen en de oorzaak, die hebben ze dus laten lopen. En degene die dus eigenlijk een beetje tegenzinloos geweld heeft meegewerkt, die wordt eigenlijk in elkaar gemapt en geslagen en die krijgen boetes. En dat is alleen maar om een foute actie eigenlijk een beetje goed te keuren, denk ik.